Mitsubishi verkoopt Netcar in Born voor het symbolische bedrag van 1 euro aan het Eindhovense VDL. Er wordt een nieuw bedrijf opgericht, VDL Netcar. Alle 1500 medewerkers van Netcar kunnen daar in dienst blijven. Het Duitse BMW wil minis gaan produceren in de fabriek. Het nieuwe bedrijf kan waarschijnlijk eind 2014 van start. Volgens FNV-bondgenoten krijgen de medewerkers van Netcar tot die tijd doorbetaald. De vakbond legt het akkoord dat met VDL is gesloten morgen voor aan alle medewerkers.